Vanmorgen was het dan eindelijk zover. Grijze maand tot nu toe, deze januari maand, Maar vanmorgen hadden we zowaar een prachtige zonsopkomst. Zoals hier bij de Reewijkse Plassen. En dat was op meer plaatsen in Nederland het geval. Het is zelfs op dit moment heel mooi opgeklaard. We zien Nederland vanuit de ruimte goed terug. Er en der wel wat wolkenpartijen. Meer bewolking zit overigens ten westen van ons. En dat is de voorbode van toch wel weer ander weer. Maar voordat het zover is, hebben we toch nog vandaag in eerste instantie het zonnetje. Die bewolking zien we ook ten westen van ons terug op de wat grotere weerkaart. Over Ierland, Schotland, bewolking waaruit ook af en toe al wat regen valt. En dat komt geleidelijk aan onze kant op. De meeste regen lijkt richting Denemarken te trekken. Wij krijgen er een schampschot van mee vannacht. Ook morgen is het niet helemaal droog. In de nacht naar zondag kan er een beetje regen vallen. En zondag overdag, dat lijkt dan weer droog weer op te leveren, met zelfs wat zonneschijn. Dus wat dat betreft lijkt de zondag de beste dag van het weekeinde te worden. Vandaag in ieder geval droog weer. Geregeld zonneschijn, maar vanuit het westen, dus wel in de loop van de middag steeds dikker wordende bewolking. Een briesje uit zuidwestelijke of westelijke richting. Aan zee vrij krachtig, windkracht 5. En temperaturen die op zich niet verkeerd zijn voor de tijd van het jaar: 8, misschien op een enkele plek wel 9 graden. Vanavond en ook vannacht wordt die balking steeds dikker uiteindelijk. Kan er her en der ook een beetje regen uitvallen. Laagste temperaturen in het uiterste oosten en zuidoosten, zo'n 4 of 5 graden. Want in de loop van de nacht zal de temperatuur wat op gaan lopen. En ook de wind gaat aantrekken. En dat merken we morgen. Het is een winderige dag. In het noordwestelijke kustgebied komt zelfs een windkracht 7 te staan. Maar daarmee wordt wel zachte lucht aangevoerd. Dubbele cijfers, zo'n 10, 11 graden op veel plaatsen. In eerste instantie is het in het hele land bewolkt. Kan er zelfs een beetje miser regen vallen. Later klaart het vooral in het noordwesten van het land op. Elders, nou, laten we positief zijn, kan nog even de zon doorbreken aan het einde van de middag. Maar waarschijnlijk klaart het pas op na zonsondergang. Een zachte dag dus. Zondag komt de temperatuur weer een fractie lager uit, een graad of 7. De zon die breekt regelmatig door. In de vroege ochtend valt er misschien nog een enkele bui en ook zondagavond volgt er weer wat regen vanuit het noorden. Maar overdag is het droog. Een prima dag om erop uit te trekken. En zeker als we kijken naar begin volgende week ziet die zondag er helemaal niet verkeerd uit, want begin volgende week maandag en dinsdag hebben we met regen en veel wind te maken. Temperaturen liggen daarbij op een vrij normale waarde voor de tijd van het jaar, met name maandag. En dat wisselvallige weer houden we ook de rest van de week vast. Af en toe regen en soms ook een stevige bries erbij. Fijn weekend alvast.